Steven, ja, penalty specialist, dat weten we inmiddels, hè. Maar dan kom je tegen Unnestal te staan en je weet dat hij weet hoe jij ze neemt. En dat weet jij dan ook weer. En ja, dan ga je nadenken, hoe ga ik dat aanpakken? Ja, klopt. Ik had het net met hem erover. Ja, ik dacht gewoon dat hij die kant op zou gaan. En dan is het gewoon een kwestie ook van een beetje kijken. Gelukkig ging hij die kant op en kon ik hem cool binnen schieten. Jij bent ook niet de speler die altijd dezelfde hoek kiest, hè? Jij varieert. Ja, zeker. Mijn meeste penalties zijn wel in de andere hoek. Maar ik probeer gewoon een beetje op mijn gevoel te doen en natuurlijk een beetje variëren. We hebben het nu over die penalty. Die sleept de 3 punten binnen. Dit zijn volgens mij wel echt gouden. Iedere overwinning is natuurlijk belangrijk, hè? Maar dit zijn wel gouden punten. Ook voor het vertrouwen, hoe jullie terugkomen in deze wedstrijd. Vertel eens, hoe belangrijk is dat voor jouw gevoel? Ja, heel belangrijk. Ook als je kijkt naar wat er is gebeurd vorige week, is dit gewoon fantastisch. Voor ons, maar ook gewoon voor iedereen die van Ajax houdt. En gewoon heerlijke 3 punten. Eerste helft en tweede helft, enorm verschil. Ik dacht, jullie hebben allemaal je tweelingbroer het veld ingestuurd. Dat was ineens een heel andere wedstrijd, maar ook een ander systeem. Jullie stonden ineens weer in 4-3-3. Hoe is dat gegaan in de rust? Kun je dat ons een beetje vertellen? Nou ja, eigenlijk, de trainer kwam gewoon binnen en zei dat we gewoon met 4 achterop zouden spelen. En, dat eigenlijk. En dat we wat meer agressie met meer ballen moesten spelen. En ik denk dat we dat hebben gedaan. Dat we eigenlijk de tweede helft gewoon korter op zaten. En gewoon eindelijk weer eens gingen voetballen. En dan zie je dat het ook anders kan. Dan denk ik, ja, toch maar weer gewoon 4-3 blijven spelen. Wat jullie allemaal gewend zijn. Is het zo simpel? Ja, het is niet zo simpel. Want je weet hoe het gaat in een voetballerij. Als je een keer met 4 verliest, dan is het weer naar 5. Dus toch gewoon kijken wat het beste is voor ons. En daar verder bouwen. Een momentje wil ik terughalen in de eerste helft. Na 8 minuten kun je scoren. Ik ben al heel benieuwd. Neem je jezelf kwalijk dat je die niet maakt? Of zeg je, soms moet je ook de credits aan een keeper geven? Ik zie het al. Je neemt jezelf kwalijk. Ja, tuurlijk. Sowieso als je zo'n kans krijgt. Ja, pakt hem goed. Moet ik ook eerlijk zeggen. Het is moeilijk. Het is voetbal. Ik kan niet altijd scoren. Hij staat er niet voor niks. Ik denk gewoon dat het een goede redding is. Kijken. Ik denk ook niet dat ik heel veel meer kon doen of iets anders had kunnen doen. Hij kwam heel snel op me af. Hij maakte het doel goed klein. Dus credits naar Lars. Maakt ook niet meer uit, want jullie hebben die 3 punten onderweg naar die 5e plek. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar kun je vertellen ook hoe dat de afgelopen week was bij jullie in de groep en de reactie naar deze wedstrijd toe? Misschien wel de verbeterdheid om te laten zien dat het anders kan en dat je die 5e plaats nog kan pakken? Ja, zeker. Sowieso. Ik denk, wat ik zeg, iedereen had gewoon een beschamend gevoel binnen de ploeg. Wat er is gebeurd is natuurlijk is gewoon schandalig. En we hadden gewoon wat recht te zetten en ik denk dat dat ook wel heerste binnen de groep. En blij dat we dat de tweede helft dan hebben laten zien en kunnen doen. Dankjewel.